idee zo meteen is dat je denkt, oh ja, dat zie ik gewoon voor me. En dan gaat het zo en zo eruit zien. Dan is het bijna ook altijd een goed idee. Soms weet je het gewoon dat iets een goed idee is. Dan moet het alleen nog even gemaakt worden. Ja, maar deze heb ik wel iets extra lang gedaan hoor. Want ik was elke keer niet tevreden hoe die leidingen lagen. Dus ik heb heel veel versies, weet ik nog. Had ik het gefotografeerd op de computer. En dacht ik, nee, die leidingen liggen toch niet goed. Ik moet weer terug en dan weer opnieuw neerleggen. Dus deze heb ik ook langer aangewerkt bijna wel dan gebruikelijk, zeg maar. Ja. Degene met dat goede idee, dat is... Ik ben Ellen Mandemaker. Ik ben illustrator, fotograaf, kunstenaar. En ik ben 7 jaar geleden van Amsterdam naar Slappeterp verhuisd. Een klein dorpje in Friesland. En daar maak ik nu mijn illustraties en mijn andere werk in een mooie studio aan huis. Voor een goed idee, vertelt Ellen, is het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk dat een onderwerp je interesseert. Ja, soms is een onderwerp moeilijker om daar echt iets bij te verzinnen. Maar dat is niet zozeer omdat een onderwerp je interesse heeft of juist niet. Maar er moet vaak in de tekst iets zitten waarvan je denkt, oh ja, dat leent zich gewoon echt goed. Dat kan je echt omzetten in beeld. De cover die voor ons op tafel ligt, maakte ze in 2014. Bij een verhaal over vrouwen in de wetenschap. Er zat één term in het artikel die Ellen direct triggerde. Voor deze cover, waarom vrouwelijke wetenschappers vaak verloren gaan. De Engelsen hebben daar een naam voor die uitval. Dat noemen ze de leaky pipeline. En lekkende pijpleiding is het eigenlijk vertaald. Dus dat besloot ze te maken. Een lekkende pijpleiding. Daar zie je allemaal soort rioleringsbuizen of pijpleidingen. En daarvoor staan kleine poppetjes, vrouwtjes. Aan de ene kant, aan de beginkant van de buizen. Met gekleurde jurkjes aan en een tasje onder hun arm. En halverwege vallen veel van die poppetjes weer eruit. En aan het eind het is een soort dol geworden. Aan het eind van die pijpleidingen staat er een mannelijke professor. En dat verbeeldt dus dat de veel vrouwelijke studenten starten aan een opleiding. Maar dat onderweg heel veel vrouwelijke ze afgestudeerden uitvallen. Als het idee er eenmaal is, hoe pak je dat vervolgens aan? De pijpleidingen zijn van grijze, gewone klei. Maar dan gewoon aan de lucht opgedroogd, dus die zijn niet gebakken of zo. En die poppetjes zijn van zachte kinderklei. Dus van die gekleurde klei en die blijft zacht. Die pijpleidingen waren echt heel veel werk. Ik weet niet meer hoe dat nou precies kwam, maar volgens mij ben ik er wel 3/4 dag mee bezig geweest. En eerst om uit te vogelen hoe zo'n pijplijn eruit ziet en toen om het te maken. Het ziet er heel simpel uit, maar het was toch een klus. Ja, bijna net zoveel als die poppetjes, want daar wist ik wel ongeveer hoe dat moest. En die pijpleidingen waren ook nieuw voor mij. Ik had nooit eerder een pijpleiding gekleid, zeg maar. Dus dan moet je dat ook even ontdekken hoe dat moet. Ja. En ja hoor, die kleine pijpleidingjes van klei. Ellen heeft ze nog. Ja, de pijpleidingen heb ik nog. De poppetjes heb ik echt ook heel lang bewaard. Ik heb volgens mij ook nog wel eens een keer voor iets anders gebruikt. Die heb ik 2 maanden geleden pas weggegooid of zo. Maar die pijpleidingen zijn er nog. Ze zitten in een mooi zwart doosje. En het zijn er eigenlijk nog best veel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, het zijn er een stuk of 10. In verschillende vormen, rechten en met gebogen stukken. En het zijn allemaal losse stukken. Dan kon ik ze makkelijk aan elkaar leggen en er verschillende vormen mee maken. Want ik heb ook andere covers gemaakt en dan liggen die pijpleidingen ook weer anders, zeg maar. Ook de schriften met aantekeningen uit 2014 heeft ze nog. In dit schrift, of ik heb altijd schriftjes waar ik de schetsen in maak. En dit is dan het schriftje waar de schetsen in staat voor de leaky pipeline. En dat is een heel simpel schetsje. Ik maak meestal echt maar een heel klein simpel schetsje. En ik heb ook nog het antwoord zelfs. Nee, ik heb wat ik geschreven heb aan de beeldredactie. Zal ik het voorlezen? Hoi Beate, ik heb zitten nadenken. Die leaky pipeline is een goed beeld. Lekkende pijpleinen. Ik zou daar iets mee willen doen. Verschillende pijpleidingen. Met aan elk begin een vrolijk meisje dat instapt. Dan nog een kronkel van die leidingen. Meisjes die eruit vallen. En dan komen die leidingen samen uit één pijplijn. Waar dan één mannelijke professor uitstapt. Ik wil die meisjes niet te gedetailleerd maken. Zodat het ook een zekere abstractie krijgt met die leidingen die door het beeld lopen. Misschien ook wel van bovenaf gezien. Grijze leidingen. Kleurige meisjes en saaie professor. Groetjes Ellen. Ja. Goeie omschrijving eigenlijk. Ja. Ja, ik zit hier te kijken wat die mail is van 6 juni.
En de deadline is 10 juni. Dus dan heb ik hem waarschijnlijk een dag of twee dagen van tevoren heb ik die opdracht gekregen. Heb ik de schets of het idee moeten aanleveren. Dus toen had ik nog 4 dagen om het te maken. En ik denk dat ik er ook wel echt 3 dagen mee bezig ben geweest. Met gewoon het kleien en daarna nog fotograferen. En nog daarna het editen op de computer. Ja, dus dat is dan, dit is redelijk krap. Ik heb wel veel enthousiaste reacties gehad. Heel veel mensen vonden het wel heel erg leuk. Een leuk, vrolijk beeld. Ja. Ja. En het is een beeld dat nog steeds niet gedateerd is. Helemaal niet zelfs. Ze lijkt van bijna niks veranderd zelfs, geloof ik. Ja. Ja, dat is toch 7 jaar later nu. Ja. Wil je meer weten over vrouwen voor op de VPRO-gids? Ga dan naar vprogids.nl/vrouwen.